Hey, en leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe review. Dit keer hier vanaf Den Haag, Malieveld. Met veel veranderingen, een primeurzaak. Natuurlijk leuke zaken die we op de afgelopen kermis tot nu toe hebben gezien. Oh, ik zou zeggen, geniet van deze leuke review hier vanaf Den Haag, Malieveld. Bij de allereerste attractie, het is tevens de Funhouse Fire Department van AW Orderman. Je kan een all-ride walkthrough op mijn kanaal vinden, Amusement Rides. Laat er even een paar mooie beelden van zien. En dan gaan we weer door, hier in Den Haag, Malieveld. Dames en heren, naar de Funhouse Fire Department van AW Orderman gehad te hebben. Altijd een leuke mooie zaak om te doen. Sowieso mooi in de paintings. En tevens vind ik dit persoonlijk wel nog steeds een van de grootste funhouses die we hier in Nederland hebben reizen. Tevens gaat hij ook vaak in Duitsland en ja, in andere kermissen. En zo gaan we door naar de volgende zaak. En dat is tevens de Laguna Rupsbaan van Reken. Deze staat hier best wel vaak eigenlijk. En deze kan je on-ride vinden op mijn kanaal van deze mooie rupsbaan. Of ik zou zeggen, geniet van de leuke beelden van de Laguna Rupsbaan. En dan gaan we daarna verder die kant op. Naar de Laguna Rupsbaan van Verreken gehad hebben, gaan we door naar de volgende zaak en dan gaan we schieten.
met levende mensen. Ofwel, we hebben het dan over de Air Raid Bungee van Daniel de Voet. Een hele mooie zaak om te doen. Sowieso echt angstwekkend, lekker gillend. Of ik zou zeggen, geniet van de shot van Air Raid Bungee. En dan tot zo. In de Air Race Bungee. Zometeen ga je van 0 tot 125 km per uur. 65 meter van de grond. Er is geen weg meer terug. Air Race Bungee. 'Even lekker afgeschoten te zijn geweest. Je kan natuurlijk Allride vinden op het kanaal vanaf meerdere kermissen. De Air Race Bunch van Daniel de Voer. Altijd een leuke zaak om te doen. Mooie, leuke show altijd. Maar ja, wel een beetje hetzelfde ritme, maar wel leuke shows dat ze altijd hierop geven. Zo gaan we door naar de volgende attractie. En dat is tevens de Future Dance van de Voer. Je kan zijn we tevens tegengekomen op de kermis in Helmond. Helaas is die review niet online gekomen vanwege bepaalde dingen. Helaas mislukt, sorry. Maar ik laat hier even wat mooie beelden aan jullie zien van deze mooie breakdance. En tevens ook de snelste en de beste in de shows. Maar ik zou zeggen, geniet van de Future Dance. Want we gaan in de toekomst dansen. Naar de Future Dance van Mike de Voer gehad hebben. Altijd geweldige ritten, geweldige shows. Ja, ik ben altijd blij mee om te doen. En zo gaan we door naar de achterkant. En dan komen we een botswagen tent tegen. Tijdens van Eckelboom. Vroeger heette hij Maximum Speed 55. Maar nu gaat hij tegen onder andere naam. En dat is tevens de Penguin Party. Dodgers. Wat me meteen opvalt is dat de randboarding helemaal vernieuwd is. Eerst was zeg maar een beetje de Formule 1 stijl en nu ineens de Noordpool stijl. Een aparte wisseling als ze dat hebben gedaan. Maar het ziet er wel mooi uit. Ik laat er even een paar mooie beelden van zien en dan gaan we zo meteen weer verder door. Wat me ook opvalt is dat ze hier op de rand
LED-verlichting hebben geplaatst. Echt leuk. Dat ze ook hier met de tijd meegaan qua verlichting. Dus ik zou zeggen, geniet van de beelden en van de Penguin Party Dungeon. En dan gaan we weer verder. Is dat er nog verwijzingen zijn naar de vorige autoscooter van hem. Dus de Formule 1. Dus leuk dat daar, dat ze die scooters niet hebben omgebouwd. Echt leuk. En de rest zijn het gewoon de standaard Barbizon autoscooters. Die je nou heel vaak op deze banen ziet. Ja, dames en heren, een feestje gehad te hebben met de Pingwings op de Noordpool of Zuidpool. Die gaan we door naar de volgende attractie. En dan Stevens, I got a hangover van Dauphin. Leuke zaak, helaas niet mijn favoriete. Dat is nog steeds de Ultimate van Wires. Maar ik laat hier een paar mooie beelden van zien. En dan gaan we door naar de volgende attracties. Naar de hangover van Dauphin gehad te hebben, zwieren we lekker door naar de volgende attractie. En dat is tevens de Tornado van de Wiel. Het is een type flipper, komt uit Spanje. En ja, je kan een onride vinden op het kanaal vanaf de kermis in Enschede van vorig jaar. En ik laat er een paar mooie beelden van zien. En dan later toch wel nog even een all-ride ervan voor de Tornado van de Wiel. Maar ik zou zeggen, enjoy the Tornado overleefd te hebben. Best wel krachtig, maar wel een leuke attractie om te doen voor Van der Wiel. Gaan we door naar tegenwoordig een favoriete attractie van mij, die altijd bij mij op de lijst staat. Dat is even de Flying Jumbo van Vermolen. Ik laat er een paar mooie beelden van zien. En later op de kanaal een all-ride ervan. Ofwel, ik zou zeggen, enjoy the Flying Jumbo. En eigenlijk komt dit wel een beetje door de Rise Review die mij heeft aangestoken. Om ook kinderzaken te gaan doen. Hier staat hij dan het stof van geluk. Eén ding om de hand van het Coca-Cola Fles mag uitzoeken. Je moet er maar eentje omheen werken, dames en heren. We hebben een die pauze, hebben zo nog dit. Super. Hier op de binnen. Blijf door de game en doe maar lekker mee. Oké, oké. Hier is de volgende. Hier op de hand. Uitzoeken. Plaats aan de kassa. Ja, dames en heren, de Flying Jumbo van Vermolen gehad te hebben.
toch altijd wel leuke zaken om te doen. Ze zijn echt een trek. En ja, meestal was ik echt alleen puur van de grote zaken, groot vermaak. Maar dit keer niet. En zo gaan we nou verder door naar de volgende zaak. En dat is Stevens, de Zanzibar. Vroeger reisde deze onder de naam Das Omen. En had het zeg maar een Egyptisch verhaal. Maar nu gaan we richting Afrika. Ofwel naar Zanzibar. En daar gaan we dus een avontuur beleven. Maar ja, het is een vernieuwde zaak. Dus ik laat me lekker verrassen. Net zoals aan het einde voor de komende review. Komt er ook een nieuwe zaak. Dus ik ben benieuwd van ja, wat het zal gaan zijn. Of ik zou zeggen, geniet van de beelden van de Zanzibar. Hier in Afrika. Dit moet je doen. Pas dan zal ik weer rust vinden. Maar wees gewaarschuwd. Er is zwaar weer op komst. Zo, avonturiers, jullie hebben het al ver gebracht. Heel ver. Maar de schat is nog niet gevonden. Heel jammer. Heel, heel jammer. Nu jullie al zo ver zijn geraakt. Wat moet ik ervan zeggen? Das Omen vergeleken met Zanzibar. Leuke verandering. Alleen wel het, eigenlijk hetzelfde net zoals Das Omen. Alleen wel mooier gepaint, persoonlijk. Alleen jammer genoeg zit hierboven nog niet het nieuwe naambord van Zanzibar. Dus hebben ze helaas weggelaten. Maar ik heb vernomen dat hij wel gaat komen, maar we pas gaan weer aan het einde van dit kermis. Ja, leuk andere muziek, maar wel eigenlijk een beetje dezelfde verhaallijnen. Op Das Omen gingen zeg maar naar Egypte toe en nu naar Zanzibar. Maar ik zou zeggen, geniet verder van de review hier vanuit Den Haag. Ja, dames en heren, en zo komen we eigenlijk op het achterste gedeelte aan. Wat ik tot nu toe moet van zeggen van de kermis hier op Den Haag Malieveld. Eigenlijk tot nu toe eigenlijk alles hetzelfde. Geen afwisseling, ja, alleen even. Ja, is dat het reuzenrad nou aan de linkerzijde staat van Ghost Castle in plaats van aan de rechterzijde? Want daar stond eigenlijk vorig jaar het viewrad van Harms. In ieder geval, dat is wel een beetje een afwisseling.
En wat me ook opvalt is namelijk dat op de plek waar nu het reuzenrad staat, stond vorig jaar de boostermax van de Voer. En op de plek waar vorig jaar het reuzenrad heeft gestaan, de Magic Mouse van Buwalda. En tevens, ja, op de plek van Zanzibar, hier achterin, daar stond vorig jaar de topspeler van Jacob Straub. Die we hopen dit seizoen te kunnen gaan doen, maar daar durf ik helaas geen pijl op te trekken. Maar ja, zo komen we dus aan bij de volgende attractie. En dat is de Ghost Castle van Schmidt. Ik kan bepaalde in de reviews van andere kermissen afgelopen seizoen op terugvinden. Laat ik even weer een paar mooie beelden zien. En dan gaan we weer verder door richting het einde hier op Den Haag Malieveld. Toepasselijke muziek, een orgeltje dat je hoort spelen. Leuk. Ze maakt toch wel een beetje enger en enger en enger. En zo zijn we ineens weer in de Efteling. Bij het spookslot, ofwel Le Dans Macabre, ofwel de Dodendans. Ja, dames en heren, eigenlijk ben ik nou wel een beetje te laat. Maar ja, je hoort nou Le Dans Macabre muziek, ofwel muziek van het spookslot uit de Efteling. En er gebeurde net ja, een soort van showtje hier op het dak, echt leuk. Want dit monster dat je hier ziet staan, begon eens water te spugen. Nog nooit geweest. En zo kwam ook ineens rook op het dak vandaan, echt leuk. Dus wat ze een soort van showtje hier op het voorgevel op doen van de Ghost Castle van Schmidt. Echt leuk. En zo gaan we dus weer verder door naar de volgende attractie. En die staat even aan de linkerzijde, wat ik net zei, het reuzenrad van Lambrink zelf, of als Skyclub. Ik laat hier even een paar mooie beelden van zien en dan gaan we door. Ja, dames en heren, en voor 4 euro kan je een ritje maken op Skyclub, reuzenrad van Lambrink, eigenbeer zelf. En, ja, wat me op een andere compilatievideo is opgevallen, is dat Skyclub van Lambrink zelf, eigen bouw, dat ze een heel mooi LED-programma op hebben zitten. Dus helaas zou je dat nou niet zien. Maar ja, hij ziet er al echt geweldig uit. De Skyclub van Lambrink. Maar ik zou zeggen, geniet verder van de operabeelden van Skyclub. Ja, dames en heren, naar de Skyclub van Lambrink, verhuur reuzenrad vanuit eigen bedrijf zijnde gehad te hebben, gaan we verder door hier op de kermis in Den Haag. En ze komen hier de cakewalk van Rema en Wolters tegen. Altijd een heel mooi Luna Park om te doen. Ja, tevens stond hij dus hier ook vorig jaar. En wat ik nou leuk vind, waarschijnlijk jullie ook, is dat ze hier het Tirolerdorp hebben staan.
Even de allereerste keer als ik het goed heb hier op Den Haag, Tiroler Dorp. Het ziet er echt heel leuk uit, mooi en ook echt Oostenrijks of Duits. Tevens heeft deze ook een paar jaar geleden nog in Tilburg gestaan, het Tiroler Dorp. Dus ja, dan gaan we nou verder die kant op. En dan komen we al in de verte, je ziet hem waarschijnlijk net nu boven komen, de Sound Machine van Mike Hoefnagels. Dit is eigen bouw bij Van der Beek. Ik laat een paar mooie shots van zien. Een offride kan je vinden van vorig jaar vanuit Etten-Leur, waar we hebben bezocht. Hier laat ik even een paar mooie beelden van zien. En ja, ik denk ja, dat we straks later dit seizoen nog een hele mooie allride van gaan komen. Maar ik zou zeggen, geniet van de offride beelden van de Sound Machine. Dames en heren, naar de Sound Machine gehad hebben van Mike Hoefnagels. Altijd bekend om goede ritten en goede shows. Nou hadden we toevallig een privérit. Dus kun je meteen horen hoe de motoren lekker klinken, lekker soepel. Maar ja, dit is eigen bouw van de Beek. Of zou ik gaan voor Mondial? Ja, dan blijf ik toch wel bij Mondial. Want die stoel is veel lekkerder, persoonlijke mening. Veel lekkerder zitten dan deze banken. En zo gaan we verder die kant op richting de laatste attracties. Maar dan moeten we wel eerst over de Walking Waterballs heen bouncen. En zo komen we dus al bij de volgende attracties naar. Dat is tevens de Towerpoliep, een reisjander van Tol, een Schwarzkopf Monster 3 poliep, maar bij Schwarzkopf. Ja, het is een leuk poliep om te doen. Ja, hij is altijd heel mooi, leuke ritten, leuke shows. En sinds vorig jaar of het jaar daarvoor, multi-led color heeft hij op de armen zitten. Dus ik vind het er wel mooi uitzien. Dus laten we even een paar mooie beelden van de Towerpoliep zien. En dan gaan we weer verder door richting de laatste attracties, helaas. Maar ik zou zeggen, geniet van de beelden van de Thermopoliep van Hans van Tol. Oh!
Ja, dames en heren, en zo gaan we van de Topo Leap door naar de ene laatste attractie. En er staat hier tevens achter mij. En dat is Savers Around the World. De bye-bye van de Beek. Reis hier onder Dauphin of van de Voer, als ik het goed heb. Dat is een van de drie Starflyers die zelf bouw is van de Beek. Laat even een paar mooie beelden van zien. En dan gaan we door naar de laatste. En dat is tevens een primeur die hier in Den Haag in première is gegaan. Ik zou zeggen, geniet van de off-ride beeld van ATW of van Around the World. Ja, dames en heren, na Around the World gehad hebben van Dauphin of van de Voer. Het is altijd een leuk Starfly om te doen. Ofwel Around the World gaan we vliegend terug in de tijd naar de dinosaurussen. Maar dat kan hier op de kermis dus ook. En zo komen we dus bij een première zaak aan. En dat is de World of the Living Dinosaurs. De Living Dinosaurs. Nou, het ziet er al van buiten heel erg mooi uit. En ja, ik denk dat het ook zo van binnen zal zijn. En tevens reist dit onder Veldhuis en Mulder. Zoals zeg maar vroeger de Experience. Een KMG-attractie of wel een thrill ride. En ineens over van een thrillzaak naar een loopzaak. Ja, wel even wennen bij hun. Maar ik zou zeggen, geniet van de beelden van World of the Living Dinosaurs. In de tijd. Welkom bij World of the Living Dinosaurs. Het leukste reizende museum van Europa. Neem een kijk over uw en onze eigendommen. Behandel de dinosaurussen met respect. Alleen aaien is toegestaan. Let op, hier is camerabewaking. Wij waken over uw en onze eigendommen. Echt leuk dat dinosaurussen met respect. Alleen ofwel een paar dinosaurus. Bijvoorbeeld, nu staan we bij een Compsognathus. En er staat ook echt een borden erbij. Echt leuk. Dinosaurussen met respect. Alleen dus als je aait, dan gaan ze ineens bewegen. Echt leuk. Let op, hier is camera bewaken. Wij waken over uw en onze eigendommen. Behandel de dinosaurussen met respect. Hier hebben we dus Brachiosaurus. Eens met een hele lange nek. Oh, deze beweegt al weer niet, jammer. Oh, wel. Ja, je moet niet te zacht, je mag best niet zijpen, maar je kan het best een beetje bij het hoofd doen. Oké, leuk. En dat is dus een Brachiosaurus. Leuk. Dan Triceratops. Echt leuk. Ja, mooi. Wat zeg je? Leuk tot nu toe. Ja. En dan gaan we dus nu naar boven. Stegosaurus. Voor kleine dinosaurus die uit een ei komen. Leuk. Een vele
Velociraptor. Als je haait, dan gaan ze bewegen. Dat is echt interactief met de diertjes en noem het maar op. Oh, en dan komt ineens een Diplodocus. Ineens door de vloer omhoog. Echt leuk. Een dubbelballen. Echt heel mooi in detail. Hier hou ik echt van. Dus heel gedetailleerd. Dus het lijkt net of dat dieren echt zijn. Echt leuk. Ja, mooi. En zo komen we hier bij een ei. Die open gaat en dicht. Ofwel, dan probeert het dier saus eruit te komen, maar dat lukt niet. Dat is echt leuk. Heel mooi gedecoreerd. T-Rex, een van de gevaarlijkste beesten van toen. Maar ook heel mooi gedetailleerd. Ook in de ogen, de huid. Ja, het ziet er echt leuk uit. Echt heel mooi. Ik kan echt niet negatief zijn. Echt alleen maar puur positiviteit. Maar deze dus, de Mayasaura, die zit dus nog op de boot. Dus die is er nog helaas niet. Maar ik denk dat die wel snel hier ook zal staan. Maar ja, het ziet er echt heel mooi uit. De Tyrannosaurus of de T-Rex. En wat nog leuker is, er zijn zelfs skeletjes ook op de muren. Echt leuk detail. Ja, hier hou ik van. Teaming, ja, het is gewoon heel mooi. Zo komen we dan bij de laatste aan, dat is de Parasaurus loopvus. Ook een heel mooi beestje. En hier hebben we nog een klein dinosaurusje, maar dat weet ik helaas niet wat voor soort dat is. Ja, dames en heren, als ik even mag zeggen, het is echt een leuke zaak. Even iets anders, maar ja, het is wel mooi. Dus ja, het is echt leuk om deze zaak te doen, dus echt aanraden. Echt, als je hem tegenkomt op de kermis, ik zou zeggen, doe. Of the Living Dinosaurs. Het leukste reizende museum van Europa. Nieuwe kennis in de wereld van de bewegende dinosaurussen. Ontmoet de Mayasaura.